Hallo, ik ben Francisca, ik ben de beautyredactrice bij Marie Claire. En vandaag ga ik jullie tonen hoe dat jullie een makkelijke nude doen, waar ook een beetje bij geshaped en gecontourd wordt. Maar ik ga het niet zo ingewikkeld maken als bij Kim Kardashian. Dus de basis van elke make-up is een goed gereinigde huid, die ook gehydrateerd is. Dus mijn huid is al helemaal gereinigd, er zit een serum op en een dagcrème. Dus ik ben eigenlijk helemaal klaar om te beginnen. De reden dat je een goed gehydrateerde huid moet hebben, is dat je dan minder foundation gaat moeten gebruiken en dat je die veel makkelijker kan uitwerken. Dus ik ga even mijn haar uit mijn gezicht halen. En de eerste stap bij een nude is concealer. Ik gebruik die van Chanel, maar deze van Makeup Designery vind ik ook heel goed. Bourjois heeft er heel fijne in kleine potjes die ook heel gemakkelijk werken. Het voordeel van deze is dat die heel crèmig is en dat je die dus eigenlijk heel makkelijk kan uitwerken. Zorg er altijd voor dat je advies vraagt in de winkel, zodat de kleur echt bij je past en het niet te donker of te licht wordt, waardoor je zo panda ogen zou krijgen. Dus ik ga mijn donkere kringen en roodheden even verdoezelen. Ik werk heel graag met mijn vingers. Je kan dit ook met een penseeltje doen, maar ik vind dat zo'n crème product echt heel gemakkelijk kan worden uitgewerkt met je vingers. En dan als je gaat shapen en contouren, breng je eerst je foundation aan en dan ga je daarna shapen en contouren. Nu, wat is dat? Bij contouren ga je je gezicht beter in de verf zetten. Dus je gaat bijvoorbeeld je jukbeenderen beter doen uitkomen. Of als je een brede neus hebt, dan kan je die door te contouren smaller gaan maken. Dus door hier met een donkerdere kleur te werken. En door highlights te plaatsen, ga je bepaalde plaatsen van je gezicht meer in de verf zetten. Maar dus we beginnen eerst met foundation. Dit is L'Encre de Peau van Yves Saint Laurent. Dit is mijn favoriete foundation van dit seizoen. Het is een heel vloeibare foundation die op je huid voor een mat effect gaat zorgen. En je hebt eigenlijk ook niet heel veel product nodig. Dus je moet hier even mee schudden. En dan breng je die aan een beetje op je wangen. Voorhoofd, neus. Ik ga hier ook nog een beetje aanbrengen. Dit kan je ook heel makkelijk opbouwen. En dan gaan we met een penseel. Dit is een penseel van Yves Saint Laurent. Vind ik een heel goed penseel. Je kan hier ook andere foundations mee uitwerken. Ga je gewoon het product in je huid blenden. Ja, je ziet dat de kleur eigenlijk niet helemaal mijn eigen natuurlijke kleur is. Maar hier zitten intelligente kleurpigmenten in die zich gaan aanpassen aan je eigen huidskleur, waardoor één tint foundation eigenlijk geschikt is voor verschillende huidskleuren. Ik ga nog een klein beetje extra aanbrengen omdat ik last heb van rode wangen. Nu, wat een foundation doet, is dat die je gezicht geel maakt, zodat je geen rode vlekjes meer hebt of dat je pigmentvlekjes verdoezeld zijn. Maar als je het gewoon zo zou laten, zit er eigenlijk weinig leven in je gezicht. En daarom werken we met highlights en blush en contouren. Dus dit is eigenlijk nu de basis van waar je verder kan gaan werken. Ik gebruik als highlighter graag de Double Wear Brush on Glow BB Highlighter van Estée Lauder. Nu, een highlighter die kies je in een tint die 1 à 2 tinten lichter is dan je eigen huidskleur. Nou, je ziet, dit heeft zo'n borsteltje. Je moet draaien, dan komt er product uit. Ik breng dit altijd eerst aan op mijn hand, omdat je dan beter kan doseren. Ik ga er nu even heel vreemd uitzien, maar we gaan straks blenden en dan valt dat niet meer zo op dat je heel rare lichte vlekken in je gezicht hebt. Dus je gaat een soort driehoek maken van je buitenste ooghoek en je binnenste ooghoek over je wang, die je dan opvult. Natuurlijk doe je aan het andere oog hetzelfde.
En highlighter mag je ook altijd aanbrengen op je neusbrug. Je cupidoboog mag ook. Ik doe ook altijd mijn kin. En dan hier ook nog in een soort driehoekje. Maar ik zeg het, dit is een heel vereenvoudigde versie en alles hangt ook af van de vorm van je gezicht. Dus je moet eigenlijk zelf nadenken over welke punten van je gezicht je wil benadrukken en welke punten je wil verdoezelen. En dan ga ik nu contouren. Dit is de Face Contour Cream van Another Stories. Zoals je kan zien is het heel, heel donker. Maar als je blendt, dan merk je dat niet meer. Ik gebruik ook graag een blush van Burberry in nummer 7, de Earthy Blush. En die is veel lichter van kleur. Maar als je een beginneling bent, is het makkelijker om met een crème textuur te werken. En ik ga deze ook gebruiken omdat je nu heel goed gaat zien hoeveel donkerder het eigenlijk is. Dus dat mag je aanbrengen onder je jukbeenderen. Dus als je dit doet, dan zie je waar je jukbeenderen zitten en daaronder mag je een streep zetten. Dus ik lijk nu heel hard op een selfie van Kim Kardashian, waarin ze op een leeuw leek. Je kan hier ook contour aanbrengen of als je een brede neus hebt, dus hier. Maar dat is, ik vind dat bij mezelf geen probleem, dus ik hou het gewoon meestal hierbij. En dan ga je gewoon blenden. Dat kan met zo'n eitje of met een borstel als deze. En ik gebruik altijd deze borstel. Dit is een van Be Creative Makeup. Dat is het make-upmerk van Issy Paris XL. En die hebben heel goede producten voor niet zoveel geld. En vooral hun borstels zijn heel fijn om mee te werken. Dus je ziet dat ik gewoon nu alles in de huid blend, zodat je niet meer die felle afleiding ziet. Overdrijf ook nooit, want blenden en contouren is momenteel heel erg in door sterren als Jennifer Lopez en Kim Kardashian. Maar je moet weten dat die er zo bij lopen, omdat die constant op televisie komen of omdat er foto's van hen worden gemaakt en dat dat dan heel mooi geeft. Maar als je heel zware contouren legt voor in het dagelijkse leven, is dat echt niet mooi, want dat blijf je wel altijd nog een beetje zien. Dus dit is nu weggewerkt en dan gaan we die mooie bruine strepen in de huid werken met ronde bewegingen. Dat je natuurlijk niet meer die streep zo ziet. Nu, wat dit nu doet is dat het structuur geeft aan je gezicht en aan je jukbeenderen beter uitkomen. Ik moet zeggen dat ik het bij mezelf niet altijd zie, maar dan, als ik het doe, dan mensen wel zeggen dat ik er goed uitzie. Dus ik veronderstel dat het toch ergens zijn nut heeft. Als je wil, kan je ook nog je foundation wat afpoederen. Met deze hoeft het niet echt, omdat die echt wel goed blijft zitten. En dan is het wel belangrijk dat je niet gaat werken op de plaats waar je je highlighter hebt aangebracht, omdat je die dan weer mat gaat maken. En dat is niet de bedoeling. Ik gebruik als poeder de Prep & Prime CC van MAC. En zoals je kan zien gebruik ik die al heel lang, want hij is bijna leeg. Dus gewoon een beetje afpoederen, zodat je foundation beter blijft zitten. Als je dit in de ochtend wil doen, begin er dan op tijd aan, want het duurt wel eventjes. En nu hebben we ook nog blush nodig, omdat je een beetje, toch wel een beetje kleur in je gezicht mag brengen. Deze cream blush van Bourjois is een heel goede, goedkopere variant. Dat is een crème blush in een heel zacht kleurtje. Ik denk dat bijna iedereen hiermee staat. En ik ga vandaag werken met de Chubby Stick Cheek Color Balm van Clinique. Dus jullie kenden waarschijnlijk al die voor de lippen, maar ze hebben nu ook een blush. In de kleur, en dat is een hele mooie naam, Robust Rhubarb. Je ziet, dat is een heel makkelijk potlood dat je aanbrengt en dan met je vingers uitwerkt. Dus blush breng je aan op de appeltjes van je wangen. Dus als je lacht, dan zijn dit de appeltjes van je wangen. En dan kan je ook nog een beetje doortrekken naar boven als je wil, maar dat hoeft niet per se. Ik ga het simpel houden en enkel hier doen.
Dus je ziet dat dit heel makkelijk is. Gewoon aanbrengen en dan zacht vervagen met je vingers. En dan werk je natuurlijk af met mascara. Op de catwalk was het dit seizoen ofwel heel veel mascara ofwel geen, maar ik vind altijd dat je er als gewone vrouw zonder mascara altijd een beetje onuitgeslapen uitziet. Dus ik gebruik het altijd. Ik ga nu de Black Ecstasy van Armani gebruiken. Dat is een van de nieuwe mascara's van de herfst. En die is heel goed. Ik dacht dat dit gewoon een heel simpel borsteltje was en dat het effect niet geweldig zou zijn. Maar ik vind dat deze een heel mooi effect heeft. Hij gaat mooi je wimpers krullen en ze ook echt wel verlengen. En hij geeft volume, maar ook niet te veel. Want bij een nude look wil je niet dat je wimpers er zoals die van Twiggy gaan uitzien. Als je wil, kan je ook je onderste wimpers aanzetten, maar dat doe ik persoonlijk nooit. Dus voor wie wil, die kan ook een nude oogschaduw aanbrengen. Dat had ik eigenlijk eerst moeten doen voor ik mijn mascara had aangebracht. Maar goed, dat was ik een beetje vergeten. Ombre Mat in Nude Pink van Clarins is een van mijn nieuwe favoriete productjes. Dit is een heel transparant kleurtje, dus het gaat niet echt opvallen dat je dat draagt. Maar dit werkt ook heel goed als basis om daarover bijvoorbeeld bruine poederoogschaduw aan te brengen. Dus ik werk gewoon met mijn vingers en dan breng je dat gewoon op je ooglid aan. En je werkt daar een klein beetje uit. Maar dit hoeft dus niet. Hè. Je kan gewoon perfect naar buiten gaan met enkel mascara op je ogen. Nu, als je wil, kan je ook nog je wenkbrauwen aanzetten, maar dat hoeft niet. Hoe minder make-up erop zit, hoe meer nude het is natuurlijk. En dan eindigen we gewoon met wat lippenbalsem. Ja, Nuxe Rijf de Miel is een van mijn favoriete lippenbalsems, omdat deze echt heel erg voedt. Als je hele droge lippen hebt, is dit echt een geweldige lippenbalsem. Maar als je ook wat kleur op je lippen wil, dan is er een hele nieuwe generatie van voedende lippenbalsems die toch een klein beetje kleur geven. Zoals deze van Rimmel. En die heet Keep Calm and Kiss. En die gaat heel licht kleur aan je lippen geven. Dat is zo een van die balsams die reageert met de pH-waarde van je huid, of van je mond. En dan zo gaat kleuren, dus het is heel, heel zacht roze, maar dan heb je toch het gevoel dat je iets van kleur in je gezicht hebt. En dan ben je klaar.